Ik spreek nu even met Kees van Tichelen. Ja, de voorzitter van de telersvereniging, Aspergie Telingsvereniging Brabantse Wal, hè? Ja, dat klopt. En ja, Kees, jij bent de enige teler die op biologische grondslag een asperge steelt. Op het ogenblik hier in de vereniging. Ja, dat is... ik vond dat 5 jaar geleden, en tenminste 8 jaar geleden al, een verschrikkelijke uitdaging is om dat te proberen, om te kijken of dat ook biologisch komt. En je wilt toch heel graag ook een keer net even iets meer doen als de andere telers. Andere telers doen ook verschrikkelijk goed de best. Je wilt heel de Brabantse Wal, aspergie vooral, dat is echt gebaseerd op duurzaam en duurzaamheid. Maar dan probeer je daar toch weer net eventjes iets bovenuit te komen. Je hebt een bepaald segment in je klantenbestand, die vragen erom. Ja, en wij hebben ze vroeger op school altijd geleerd van je moet telen wat de klant vraagt. Dus ja, daar heb ik geprobeerd gevolg aan te geven. Ja, want is het zo gekomen dat je bent begonnen omdat je dacht de klant gaat erom vragen? Of heb je gedacht de klant zal er wel om gaan vragen? Nou, eigenlijk in hoofdzaak van de klant zal er wel om gaan vragen. Ja. Je ziet die ontwikkeling, die zet zichzelf in gang. En vooral in de grote steden werd dat een hot item. Ja, en ja, ik zit ook heel veel in heel Aspergie in Nederland. Dan loop je wel eens een keer om. Nou, en dan hoor je de gewone geluiden. En ik dacht dat het mogelijk was om de teelt volledig biologisch te doen. Ja, en dat lukt. Ja, want de consument moet er natuurlijk een kleine meerprijs voor neertellen. Je bent er een meerprijs voor kwijt. En kost mij een hoop meer werk. Ja, nou, maar het is wel een... Maar ik vind het wel. Het is gewoon een uitdaging om het voor elkaar te krijgen. En ondanks het meer werk, geeft het wel heel veel voldoening. Dat je kunt zeggen van, goh, het kan. Vorige week zag ik de eerste asperges bij ons op bedrijf. En toen zaten we aan de koffie door te redeneren van, goh, dit is eigenlijk best wel uniek. Want we hebben nu de eerste Brabantse Wal asperge met Europese streekproducterkenning. Ja. En ook de enigste die nog biologisch is. En dat is natuurlijk een heel... Ja, daar kan je trots op zijn. Daar ben je dan best wel trots op. En nou vandaag, ja, we zijn hier nou op de eerste steek van de asperge van de Brabantse Wal. Ja, dat is toch ook een belangrijk moment, hè? Nou, dat is gewoon een heel erg belangrijk moment. Ook voor iedereen, voor alle collega-telers die binnen de club verenigd zijn. Je wilt toch je product weer onder de aandacht brengen. Heel vaak wordt er gezegd van, ja, maar ze zijn er al zo lang. Ja, Coné heeft het in het land al uitproberen te leggen. Van we proberen op een heel duurzame manier te telen. Dus de verwarmde asperges die er zijn, die worden echt op duurzame energie geteeld en niet de gaskraan maar open en telen. En daarom zijn wij hier op de Brabantse Wal altijd 14 dagen, 3 weken later als het Noord-Limburgs. Want die hebben asperges uit de kast, die hebben asperges van een houtketel die in het land staat en puur oppervlakte. Dus wij hebben het echt van puur natuur. Ja. Nou, maar in ieder geval laten we hopen dat een dag als deze de bekendheid van de Brabantse Wal asperge tot ver buiten de grenzen van de Brabantse Wal doet uitspreiden. Hè? Ja, daar doen we het allemaal voor. Zo is het. Natuurlijk. Nou, gelukkig met z'n allen. We staan aan het begin van het nieuwe aspergeseizoen. En ja, het duurt nog even voor het 21 juni is in Jan. Maar, de 24ste. De 24ste. Ja, sorry, 24. Ja, en dan is dan zal het even rekenen zijn, wat heeft het opgebracht? Nou, dat zal allemaal wel goed komen. Het is alleen jammer, je hebt liever een seizoen van 10 of van 12 weken. Ja. Als dat je op een seizoen van 8 weken al de arbeid moet verzetten. We zullen het afwachten. We wachten het weer. Het weer is de baas. Dat is goed. Oké, Kees, dankjewel. Ja.